Ik vind wel het leuke van hun allebei is dat ze vooral Tyson Fury's hebben de Factor Entertainment weer teruggehaald naar het boksen. Dat was best saai met Klitschko. Jij hebt niet zo lang geleden ook met BN'ers gewerkt. Met bijvoorbeeld Brace en Michael Boogerd. Voor het RTL 5 programma Boxing Stars. Hoe was dat om te doen? Ja, het was wel leuk. Het moeilijke wel is van je hebt persoonlijkheden en... Michael Boogerd is natuurlijk ook gewoon sportman, hart en nieren. En Michael, je moest hem directies geven, maar dat was het. Ja, die man die ging er gewoon voor. En soms moet je hem ook een klein beetje tegenhouden en soms moet je hem een klein beetje duwen. Maar ja, dat is voor mij gewoon een perfecte bokser, weet je wel. Want hij wil. En hij kan eigenlijk niet anders, want dat doet hij al heel zijn leven. Ja, Brace, oh man. Brace is Andy Ruiz, weet je wel. Achteraf zei hij van, als ik had getraind, had ik kunnen winnen. Ik zei ja, nou dat zeg je al heel die tijd. Als je had getraind, had je kunnen winnen, want hij zei, dat was helemaal niet moeilijk. Ik heb dan drie mensen gehad om te trainen. Hij heeft alles gedaan wat ik zei, dus ik zei nu. Hij deed alles, ik zei hoek, hij gaf een hoek. Alleen omdat hij geen timing had, geen conditie, geen ritme, was hij gewoon, hij miste alles wat hij moest doen, maar hij deed het wel. Dus ik zeg van, jij bent de enige die alles heeft gedaan. Je hebt me gehoord, je hebt gehoord, je hebt geluisterd tijdens de wedstrijd. Dus als jij gewoon had getraind, dan had jij zo'n goede timing gehad, want dat was het. Hij miste gewoon timing, snelheid en ja, als zijn conditie nog beter was, had hij nog harder kunnen stoten. En, ja, dus want van de 6 weken heb ik hem 3 keer getraind en daarna is hij nooit komen opdagen. Dus dat was wel jammer. Zonde, want Brace heeft er dus gewoon aanleg voor. Ja, Brace die kan boksen, ik heb met hem gespart en ik vind dat hij echt kan boksen. Maar discipline, ja, discipline, dat hoort er ook bij, hè? Ja, absoluut, absoluut. En ik had ook weer ik had ook nog een dame erbij en Masha. Zij is een vlogster. Ja, echt heel... Ja, petje af hoor, want zij komt echt van ver. Van elk stootje, auw en dit en oeh. En dan de wedstrijd gewoon geen kick. Ja, ze heeft helaas verloren, maar weet je wel, geen pijn, geen niks. Gewoon gaan en proberen. Ze heeft alles eruit gegooid en dat vond ik wel heel tof. Want dan zie je iemand groeien. Van ze moest sparren met meisjes 2 keer zo klein als haar en dan wilde ze geraken, auw, dit. En dan hoe verder je kwam, hoe minder dat. En dan hoe meer ze zelf ging uitvoeren. Want in het begin dan is het zo, wat gebeurt er? En later is het, wacht even, ik kan dit ook doen. Ik zei, ja, tuurlijk kan je dat doen. Dat is boksen, jij moet doen. Want als jij niks doet, dan moet het zijn. Dus dat was echt heel tof om te zien, die verandering. Zij had die discipline wel. Ja, ze had zeker discipline, absoluut. Ze had ook een goede personal trainer die haar hielp met de conditie. En ja, absoluut. Daar was ik wel blij mee.